Ja, we zijn nu begonnen met het uit elkaar halen van het Thomasblok. Alles leek goed, maar het begon al bij de olie. En onder in de olie zie je namelijk metaalsplintertjes zitten. Jullie zien ze heel goed. Dus dan haal je natuurlijk je karterkapje eraf. En dan zie je een metaalmeuk, jongen, moet je kijken. Allemaal metaalsplinters overal, dus iets is echt heel goed vakt. Als we weten wat het is, dan zien jullie het direct. Want dit gaat misschien wel duur worden. Oké, mijn broer, de echte beunmeester, heeft het al direct ontdekt. Check dit elementje. Die steekt gewoon uit. En kijk de binnenkant van de karterkap. Trrr. Dat is dus het knikkergeluid. Dat ding dat gewoon lijp veel toeren maakt en er langs zit te draaien. Ja, dit is waarschijnlijk wel te fixen. Beetje kut, maar oké, is te doen. Oké, pinnetje zit er weer ingemapt. Dus dat is te fixen. En al dat metaalslijpsel, jongen. Wat ik straks ga doen is, ik ga dit schoonmaken, dit blok, met remreiniger. Even goed schoon spuiten, want dat is wel belangrijk. En ik ga een nieuwe rechterkarterkap kopen, of sterker nog. Ik ga er eentje pakken van een van mijn donor Thomas blokken. Dit is nog steeds mijn garage, voor ieder die het zich afvraagt. En hier ligt echt veel Thomas meuk, want mijn broer is de beunmeester. Hij is vroeger mee begonnen. En dit pinnetje zit dus weer teruggemapt. Staalrandje is ook nog een beetje voorgemapt, zodat hij niet zo makkelijk meer eruit zal schieten. En ja, ik weet niet of het heel verstandig is om ermee door te rijden, maar gaan we maar doen. Want de koppelingselementen van mijn beunblokken of van donorblokken zijn nog verder op de andere. Dus het liefst trek ik hiermee door. Dus dat doen, pakkinkje kopen, blok schoonmaken. En dan gaat hij het weer doen. Zojuist met remreiniger even netjes de binnenkant van blok schoongemaakt. Natuurlijk complete verstanding eruit, hier tussen zitten spuiten. En er is echt heel veel meuk uitgekomen, dus wel chill dat het nu eraf is. En frutten de turfs zijn echt cool. Ik bedoel, kijk dan jongen. Die shit is echt hard. Als je dit hebt, word je blij. Dank je, Christian. Alsjeblieft, hè. Je gaat het niet geloven. Je gaat het echt niet geloven. Maar hij doet het weer. Voor hoe lang, dat weten we niet, want wij zijn beuners. Dus misschien is die morgen gewoon weer kapot. Maar in de tussentijd moet ik dit nog even laten horen. En hij heeft echt zieke compressie. Dat was het voor deze video, mensen. Klik op die abonneerknop. Doei doei!